Mathilde, ja, altijd moeilijk voetballen hier op bij de Gent Ladies. Hoe beleef je dat zelf op het veld? Ja, je weet eigenlijk op voorhand al dat het een moeilijke match gaat worden. Ik denk dat iedereen hier ja, met toch een ingesteldheid komt. We gaan proberen eerst een nul houden, zo wel zien. Maar iedereen weet eigenlijk wel dat het heel moeilijk wordt. En dan, ik vind eigenlijk al dat we het goed hebben gedaan, de eerste 25 minuten. Maar dan pakken we ook twee stomme goals op 5 minuten. En dan, ja, dan was het eigenlijk een beetje voorbij. Dan hebben we het toch nog even herpakt, maar dan... Ja. Spijtig genoeg wordt jullie goal dan afgekeurd, hè? Ja, het was zelfs side, maar het had wel mooi geweest om toch een eerder te maken. Want ja, het is niet dat we zoveel goals maken, dus dat had wel leuk geweest. Maar, ja. De reguliere competitie zit erop. Dat betekent dat we naar de play-offs gaan. En dat is OHL. Hoe leven of beleven jullie dat, die wedstrijden? Goh, ik denk dat iedereen er wel naar uitkijkt naar die wedstrijden, want dat is toch... Ja, een wedstrijd met veel vuur in en daar weten we ook dat we punten kunnen pakken als we er allemaal samen voor gaan. Dus ja, het zit er wel in, maar we zullen wel allemaal echt 100% moeten zijn en het zal er allemaal moeten uitkomen. En dan denk ik wel dat we wel pijn kunnen doen. Dus ja, ik kijk er wel naar uit.